Aan de Plesmanweg staan sinds kort twee grote objecten. Het lijken net vliegende schotels, maar het zijn Kinext vliegwielen. En ze werden donderdagmiddag tijdens een feestelijke bijeenkomst in de productiehal van Boesemkool in gebruik genomen. Gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel en directeur Bas-Jan Blom van Energiefonds Overijssel drukten de startknop in. Wij lanceren vanmiddag een nieuwe installatie die wij dus in gebruik gaan nemen. Dat is een opslaginstallatie. Wij kunnen energie opslaan in een combinatie van vliegwielen die wij in de hal hierachter produceren. Dat is onze eigen ontwikkeling, combineren met een batterij. En die installatie die gaan wij inzetten om een stuk dienstverlening te kunnen verrichten aan Tennet. Ja, Tennet is een energiebedrijf. En wat gaat u nou leveren aan Tennet? Wat heeft Tennet aan deze? Ja, het lijken een beetje vliegende schotels. Wat wij gaan doen is een stukje balanshandhaving. Het is aan Tennet de schone taak om het balans op het net keurig in evenwicht te houden tussen vraag en aanbod. En op het moment dat dat verstoord wordt, dan krijg je frequentieschommelingen. En frequentieschommelingen wil je niet hebben, want dan gaan je apparaten stuk. Ai, dan doet mijn mixer het niet meer. Inderdaad, inderdaad. Dus dat is de taak van Tennet om dat echt op orde te houden. En daar gaan wij ze bij helpen. En is dit een revolutionaire vinding, apparaat? Dat is het zeker, ja. De vliegwielen die wij zelf produceren hierachter, die zijn uniek in de wereld. Maar wat ook uniek is, is dat wij als eerste de combinatie maken tussen verschillende technologieën. Dus en vliegwielen en een batterij tegelijkertijd gebruiken.